Dit zijn de 7 dingen die je moet doen als je wilt afvallen op een gezonde manier. En als je zeker wilt weten dat die kilo's er daarna nooit meer aankomen. Mijn naam is Jesse van der Velde, zoals je weet. Ik ben auteur van 2 nummer 1 bestseller boeken over voeding en gezondheid. 15 jaar geleden begon ik als personal trainer. En door de jaren heen heb ik letterlijk 10.000 mensen geholpen. Onder andere met afvallen en het bereiken van andere gezondheidsdoelstellingen. En dit zijn de 7 grootste problemen die ik zie en hoe je ze oplost. Een van de eerste belangrijke dingen die je zou moeten doen is dat je tekorten aan voedingsstoffen moet aanvullen in je lichaam. Waarschijnlijk heb je niet levensbedreigende tekorten aan deze voedingsstoffen in de zin dat het zulke grote tekorten zijn dat je er ziek van wordt of dat het levensbedreigend is. Maar heel waarschijnlijk heb je wel minder van deze voedingsstoffen in het lichaam dan dat je nodig hebt voor optimaal hormoonbalans en optimale gezondheid. Er is een groot verschil tussen de ondergrens waarbij een huisarts bijvoorbeeld tegen je zal zeggen je hebt nu een tekort aan bijvoorbeeld vitamine D of aan bijvoorbeeld B-vitamines. Ten opzichte van wat je optimaal waarden zijn voor vitamine D en B-vitamines. Wij kijken altijd naar holistische gezondheid. Wij geloven in een gezond lichaam van binnen is slank van buiten. Gezond lichaam eerst. En gezondheid begint met het aanvullen van tekorten aan voedingsstoffen. En ook wanneer je gewicht wilt verliezen, zijn er een aantal voedingsstoffen die je voldoende in het lichaam wilt hebben. Dat zijn onder andere magnesium. Dat zijn onder andere omega-3 vetten. Want juist wanneer je die beide, juist wanneer je meer omega-3 vetten in het lichaam hebt, zul je gemakkelijker overtollig lichaamsvet gaan verbranden. Jodium is een belangrijk mineraal waar je waarschijnlijk niet een dusdanig tekort aan hebt dat je een trager werkende schildklier krijgt. Maar het is heel waarschijnlijk, aangezien Europese studies aantonen dat veel mensen te weinig jodium in hun voedingspatroon hebben. Het is heel erg waarschijnlijk dat het te weinig in je voedingspatroon zit. Je hebt waarschijnlijk in enige mate een vitamine D tekort. En ook het aanvullen van een probiotica supplement voor het beter in balans brengen van je darmflora. Het is niet een tekort aan een voedingsstof, maar het zorgen voor een goed darmflora balans is heel erg belangrijk voor een totaal hormoonbalans en voor een totale goede gezondheid. En deze 5 voedingsstoffen dien je eerst meer aan te vullen. En in de Rapid Fat Loss Challenge neem ik je mee hoe je dat moet bereiken. Het tweede wat je moet doen is je moet zorgen dat je een vetverbrander wordt. De meeste lichamen zijn suikerverbranders. Ze functioneren op suiker. Dat kan je herkennen op het moment dat je, als je een paar uur niet eet, dat je dan zin krijgt in iets zoets. Je hebt trek om wat te gaan eten. Je hebt trek in zoet. Je krijgt een signaal van trek in zoet, een signaal om wat te gaan eten. Wanneer je daar dan naar luistert en iets eet, ook al is het een vorm van goede koolhydraten, is het misschien een stuk fruit bijvoorbeeld, je bloedsuikerspiegel verhoogt en het lichaam hoeft geen vetten uit overtollige vetreserves in te zetten. Wat jij wilt doen is je lichaam met je voedingspatroon zo sturen dat het vetten als bron van energie gaat gebruiken. En dat noem ik het worden van een vetverbrander. En dat is wat we doen in de Rapid Fat Loss Challenge. Advies nummer 3 is dat je je hongergevoelens onder controle moet krijgen. Namelijk iedere keer wanneer je die trek hebt in zoet, is het veel minder gemakkelijk om een goed voedingspatroon vol te houden. En de meeste mensen hebben wat ik noem een erfenis uit het verleden. Ze hebben nog geërfd van hun oude voedingspatroon dat het lichaam vraagt om suiker, dat je trek krijgt in zoet, dat je een bepaald eetgewoonte hebt waar die hongergevoelens of trek in zoet een rol in spelen. Jij kunt echter die koers veranderen. Je kunt een voedingspatroon gaan eten wat ertoe zal leiden dat je bloedsuikerspiegel stabiel is, dat je veel meer langdurige energie hebt, dat je veel minder trek hebt in zoet of die last van andere hongergevoelens. Sterker nog, dat juist op de momenten dat je niet eet, je veel meer energie krijgt. Want dat is hoe het hoort te zijn. Als je niet eet, hoor je meer energie te hebben dan minder energie. Wanneer je dat hebt, dan is dat een teken van een vetverbrander zijn. En daar kan je je lichaam naartoe brengen met het juiste voedingspatroon. En in de Rapid Fat Loss Challenge laat ik je zien hoe je dat moet doen. Nummer 4 is dat je vetverbranding workouts nodig hebt. Je kunt lang gaan hardlopen of lang op een crosstrainer staan en niks van vet verliezen. Sterker nog, daarvan aankomen in gewicht. Terwijl er korte, intensieve workouts zijn die je vanuit huis kunt uitvoeren, die een heel vetverbranding stimulerend effect hebben. Ik laat je zien welke workouts dat zijn. Ze staan voor je gereed. Je kunt je televisie of je computer of je iPhone of je iPad aanzetten en de hele workout met mij meedoen. En dit zijn de workouts die vetverbranding stimuleren. Advies nummer 5 is dat je het principe van strategisch vasten met tussenpozen moet inzetten.
Je hoeft niet lange perioden te gaan vasten. Je hoeft niet vasten als een compleet ding te maken en te streng voor jezelf te zijn en het allemaal heel moeilijk te maken. Maar het strategisch inzetten van perioden van vasten, perioden in de dag waarop je langer niet aan het eten bent, stimuleert enorm de vetverbranding. Want juist dat draagt bij aan weer een vetverbrander worden. Dat draagt bij aan een hogere groeihormoonproductie. Het draagt bij aan een betere antioxidantproductie. Het draagt bij aan een beter immuunsysteem. En het draagt allemaal direct en indirect bij aan meer vetverbranding. Strategisch vasten met tussenpozen, oftewel intermittent fasting, is een onderdeel van de Rapid Fat Loss Challenge en ik ga je laten zien hoe. Advies nummer 6 is: je moet je omringen met de juiste mensen. Wat doe je op het moment dat je er helemaal geen zin meer in hebt? Iemand die dicht bij je staat, in het echt, een vriend of vriendin die ook meedoet, of virtueel, onze community en onze super fanatieke groep deelnemers die deelnemen aan deze challenge, die houden je op de been, die slepen je er doorheen. Die mensen heb je nodig, je moet dit niet alleen doen en we zorgen dat we een community vormen tijdens de Rapid Fat Loss Challenge en dat je dit samen doet. En het laatste advies is: je moet je laten coachen. Ik heb nog nooit een grote doelstelling bereikt zonder dat ik iemand bij me had die me hielp om die doelstelling te gaan bereiken. Of het nou een coach was, of het nou een businesspartner was, of het nou mijn medewerkers was. Je doet dit samen en die coaching, direct of indirect, helpt je. Daarom coach ik je door deze hele 21 dagen heen. Ik coach je het programma tot een succes te brengen. Ik coach je nieuwe gewoontes te ontwikkelen. Ik coach je nieuwe levensstijl ervan te maken. Ik coach je om resultaten te zien. Ik doe dit al meer dan 15 jaar. Ik neem je mee alsof ik je virtueel meeneem bij de hand. En we gaan samen op weg naar resultaat. En dat resultaat is gegarandeerd in de Rapid Fat Loss Challenge. Als je niet tevreden bent met je resultaat, nadat je de challenge wel hebt gedaan, want dat is de voorwaarde, dan krijg je 100% van je geld terug. Wil je succes? Wil je resultaat? Wil je een methode die wetenschappelijk bewezen werkt en die resultaten heeft getoond keer op keer op keer in de praktijk? Klik dan op de link hieronder deze video en meld je direct aan.